ik stel voor dat we beginnen met verkiezingen, want dan kunnen we ook, dan kan diegene het rondje leiden voor nou ja, het openingsrondje. Moeten we het nog over hebben wat een gespreksleider moet kunnen? Misschien is dat goed. Greg, wat moet een gespreksleider kunnen? Eja, ja? Wat moet een gespreksleider kunnen? Eerlijk zijn. Eerlijk zijn? Wie, wie's beurt het is. Sophie, wat moet een gespreksleider kunnen? Nou, hij moet goed kunnen lezen, hij moet goed kunnen schrijven, hij moet goed kunnen zeggen wat erop staat. As a circle, you have elected the one who's leading the conversation, so keeping everyone quiet as long as it's not their turn. We gingen stemmen voor wie het beste secretaris kan zijn en wie de groepsbegeleider, gespreksleider kan zijn. We doen voor de gespreksleider en de secretaris. Je mag gelijk twee namen op een briefje schrijven, je eigen naam bovenaan. We have cards and then everybody gets a card and you say my name. And you write your name down on it and then you write the name and who you're voting for. And it can also be your own name if you really want to do it. And then we vote and you can vote on basically anyone in school. Moeten we eerst durven en daarna de mening zeggen? Ja. And then I go make a round. Who did you vote for and why did you vote for him or her? Yeah. Okay, Pien kiest als gespreksleider Anne Claire. Ik denk Anne Claire als gespreksleider omdat Anne Claire heel rustig is. En ik denk dat als je een rustige gespreksleider hebt, dat ze dan die rustigheid kan overbrengen in de kring. And then everybody hears why did he vote for someone? And they think, oh, maybe that's a good point. Well, then I'll change my vote. Wie wil er op basis van de gehoorde argumenten zijn stem wisselen? We stikken nog een keer. Sorry. Ik denk ook dat ik met Marika ja, eens ben, want ik denk dat het handig is dat je er langzaam in komt, zeg maar. Eens. En dan zelf ook nog het gewoon wil en met. Dus Sanne was gewijzigd. Je had dus de gespreksleider Anne Claire mag één streepje af. Mag bij Sanne eentje bij. I make a proposition, most of the time the one with the most votes. And then I ask everybody who didn't vote for that person if they're okay with that. And then the facilitator makes a proposal and asks consent for it. And at the end ask the person who has chosen if she or he gives consent. And that way of choosing supports the people to do a job. Okay. Kunnen we op basis van wat we gehoord hebben en de telling een besluit nemen? Okay. Ja, Sanne wordt de gespreksleider en Anne Claire secretaris, aangezien wij de andere meesten stemmen. Want je voor consent? Consent. 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 Consent.